Oké, de video review van de Sony Tablet S. Weekje in bezit gehad. Was zeer benieuwd, vooral naar het design van de tablet. En we gaan er nou eventjes wat verder naar kijken. In de preview en unboxing video heb ik de aansluitingen en het design al een beetje belicht. De wat standaard dingetjes, dus daar kun je de preview en unboxing voor terugkijken. We gaan nou even wat andere dingen bekijken, vooral de software en het design nog verder bekijken. Wat het design betreft is natuurlijk het belangrijkste, wat is de conclusie van het aparte design van deze tablet. Wat aflopende design, opgevouwen magazine, dat is wat Sony ervan zegt. Nou een week in bezit gehad en ik moet zeggen dat design, het heeft zijn positieve kanten, maar eigenlijk is het niet overwegend positief. Hoe ik de tablet afgelopen week gebruikt heb, is eigenlijk vooral horizontaal. E-books lezen of veel magazines lezen, dat doe ik nou helemaal niet. In deze modus heb ik me vooral gebruikt om een filmpje te kijken of om websites te surfen of een game te spelen. En dan is het design wat irritant. Het zwaartepunt ligt boven in de tablet, achter in de tablet eigenlijk, waardoor het niet heel erg handig, of niet, laten we het zo zeggen, niet beter in de hand ligt dan een andere tablet. En het eigenlijk meer een klein nadeel is. Hoe Sony het vooral ziet, dat als je het zo vasthoudt, de tablet, dat het dan pas zijn voordelen oplevert omdat hij in één hand makkelijk te gebruiken is. Klopt, zo ligt hij heel fijn in de hand. En inderdaad, om snel even iets te zoeken of om even iets te lezen, is het heel handig wat dit betreft. Dan ligt het inderdaad fijn in de hand. Horizontale modus, apart verhaal, is niet bijzonder. Het is geen verbetering, laten we het zo zeggen. Voor de rest, qua design is de achterzijde en de bovenzijde wat ribbelig. Vorige keer ook al wat uitgelicht. Dat is wel fijn. Wat dat betreft ligt hij goed in de hand en glijdt hij ook niet eenvoudig weg. Dus het design, het heeft twee kanten. Het is aan de ene kant positief als je hem verticaal houdt. Aan de andere kant, wat mij betreft, iets negatiever als je hem in horizontale modus houdt. Maar goed, het is een kwestie van smaak. Het ziet er wel strak uit, ziet er mooi uit. Wat ik in de preview video ook al zei. Wat plastic gevoel. Het is niet heel zwaar. Hij weegt niet te veel. Oké, laten we even kijken naar het display verder nog. Daar ben ik heel tevreden over. Sony heeft ook haar True Black technologie eraan toegevoegd. Wat zoveel inhoudt dat het contrast omhoog gaat en de zwartwaarden ook dieper zijn. Of het zwart dieper is. Dat is heel goed. De kijkhoeken zijn niet vernieuwend of extreem groot. Maar de kleuren zijn goed, de zwartwaarden zijn diep. Als je een film kijkt, het wordt mooi weergegeven. Dus daar heeft Sony wel goed aandacht aan besteed. Nou, dat vind ik wel een positief punt. Het display is gewoon goed, ook resolutie, scherp wordt weergegeven. Goed. Ook de touchscreen reageert snel. Het browsen in Honeycomb zelf, daar ben ik ook heel tevreden over. Kijk nu even naar Honeycomb zelf, daar heeft Sony wat aanpassingen aan verricht. Vorige keer al een paar van uitgelicht. Maar als je ziet in het homescreen zijn een aantal aanpassingen verricht. Het is eigenlijk de belangrijkste aanpassingen, zo zie je hieronder een aantal snelkoppelingen. En ook naast de zoekfunctie heeft Sony een aantal snelkoppelingen naar bijvoorbeeld de webbrowser, e-mail, de infrarood afstandsbediening, waar we zo meteen nog op terugkomen. En de social reader. Social reader, twee keer gebruikt, daar voeg je dan Facebook en Twitter samen aan toe. Nou, dat is niet, even kijken of we er zo op komen, no poster display. Nou, dat krijg je ongeveer te zien, dat is niet heel bijzonder. Daar gebruik ik liever een Facebook applicatie of een Twitter applicatie voor. Wat Sony verder nog heeft aangepast, zijn de icoontjes. Die heeft zijn eigen stijl gegeven. Ja, dat wat er mooi op is geworden is een tweede, maar het ziet er goed uit. Je hebt hier de favorites selectie nog. Nou, dan ga je naar je favoriete applicaties. Je komt ook in een bepaalde Sony-lijst uit met downloads en wat je recentelijk hebt toegevoegd of recente films die je hebt gekeken. De applicatiescherm zelf heeft Sony ook aangepast. Dat ziet er strak uit. Witte achtergrond, mooie effecten. Je hebt ook een glans die eroverheen gaat, zo nu en dan. Ook hier de icoontjes aangepast naar Sony-stijl, of tenminste Tablet S-stijl. En wat er, je kunt ze ook ordenen alfabetisch of je kunt de nieuwste eerst laten zien. Maar je kunt het ook op een eigen manier aanpassen. Even kijken hoe we dat proberen doen. Je kunt een separator toevoegen. Wat zoveel inhoudt dat ik hier bijvoorbeeld een separator tussenin kan zetten.
En dat dat applicatieoverzicht dan ook opgedeeld wordt in een aantal delen. Zo kun je je eigen applicaties wat beter ordenen. Ziet er leuk uit. Is een aardige toevoeging. Daar is niks mis mee. Sony heeft wat leuks mee gedaan. Het is niet heel bijzonder. Maar het wordt wel iets dynamischer op. Ook binnen de applicatie zelf, bijvoorbeeld cameracontacten, kalender, heeft Sony een paar kleine aanpassingen gedaan of dingen toegevoegd. Dus wat dat betreft pakt het goed uit. Applicaties die vooraf geïnstalleerd worden door Sony. Het zijn, een van de kenmerken van de Sony Tablet S is natuurlijk de PlayStation certificering. Nou, wat krijg je daar in eerste instantie voor? Crash Bandicoot en Pinball Heroes. Nou, hoef je daar niet heel veel van te wachten. Het zijn, of tenminste, de Crash Bandicoot ken ik inderdaad nog van een PlayStation van heel wat jaren terug. En dat zie je ook letterlijk, zoals je het toen zag, krijg je het inderdaad terug te zien. De graphics zijn niet heel bijzonder. Jaren 90 of misschien nog wel eerder. En de bediening op een tablet spelen is niet heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Je hebt geen gevoel met de knoppen. Daar moet je echt aan wennen. Voor de rest is het een leuke toevoeging. En ik ben vooral benieuwd wanneer er echt meerdere games... Nou, daar gaan we al. Wanneer er meerdere games uitkomen uit PlayStation Network. Dat het dan pas echt goed gaat werken. En dat hoop ik ook de graphics wat... in kwaliteit omhoog gaan. Wat ik al zeg, leuke toevoegingen. Ik ben hier niet goed in. Maar je bent er inderdaad wel een paar uurtjes zoet mee als je een spel leuk vindt. En vooral pinball is dan mijn favoriet. Dit, zoals je ziet, werkt bij mij niet heel erg. Leuke toevoeging. Maar vooral nog iets wat moet gaan komen. Er moet echt een grote bibliotheek aan applicaties en games beschikbaar komen. Wil dit aan gaan slaan. Maar in ieder geval een goede start. Een andere interessante feature, nou laten we eerst even kijken wat er nog meer op zit. De Sony standaard applicaties met ook de Sony vormgegeven icoontjes, dat zijn echt de standaard dingen. De gallery, de music player, de klok, de agenda, de contacten, de camera, de browser, noem maar op. Daarnaast krijg je natuurlijk Android Market toegang, Google Maps, Gmail zit erop, plaatsen zit erop. Sony heeft er ook nog Evernote bijgegeven. Nou, dat kennen we inmiddels wel van Android, handige reminder notitie applicatie. Dat is een beetje het belangrijkste wat erop zit. Zinio Magazine Portal krijg je daar ook bij. Een van de handige features, van de nieuwe features en unieke features die erop zitten, is de remote control. Want Sony heeft een infraroodzender op de tablet ingebouwd. Die heb ik al even geïnstalleerd. Ik kan het nou niet direct live laten zien hoe het werkt. Ik had twee televisies geïnstalleerd en een receiver. Nou, dat werkt nagenoeg perfect. Het is leuk, je kan je remote zelf samenstellen. En je kan eigenlijk al die apparatuur met deze tablet bedienen. Dus die remote control feature is echt wel uniek. En leuk, je kunt ook gebaren instellen waardoor je met een veeg omhoog het volume omhoog zit of een zender bijzicht. Dat is een leuke applicatie. Please wait. Nee, dit zijn de gestures, volume omhoog, volume omlaag van de AV receiver. Hij vindt nagenoeg alle receivers. Ik had toevallig een Philips televisie, Panasonic televisie en een AV receiver geïnstalleerd. Het is een kwestie van je merk invoeren. Dat kan ik hier wel even laten zien. Easy registration. Dan kun je een televisie en dan kun je een Sony kiezen of een ander merk. Noem maar op. Vindt ze makkelijk. Je krijgt daarna een stuk of 8 opties bij de meeste tv's van welke afstandsbediening layout werkt. Het beste. Werkt goed. Werkt makkelijk. En het is gewoon handig om alles bij elkaar te hebben op je tablet. Goeie, leuke applicatie. Ook DLNA server. In eerste instantie op de Panasonic TV wilde die niet werken. Maar ik heb de Philips televisie wel gekregen. Ik kan nou geen server vinden. Mooie is dat je als je een video afspeelt. Dat zal nou waarschijnlijk niet lukken. Ik ga even kijken. Dan staat hier normaal gesproken. Even terug. Kun je het naar de televisie gooien. Hij vindt nou geen televisie. Die staat ook niet aan. Searching for players. Dit is de functie. Je hebt hier je video of je foto of je muziek staan. En die kun je op deze manier naar de speler of televisie of receiver toegooien. Toeschuiven. En dan wordt die daarop afgespeeld. Leuk feature. Werkt ook leuk. Gewoon even. Je hebt een YouTube video of je hebt een filmpje gemaakt met je tablet. Die wil je even delen met de rest van de familie. Gooi hem naar je televisie toe. Wordt die erop afgespeeld. Middels DLNA certificering. Leuke feature.
Ook DNLA in het algemeen werkt goed om bestanden op je tablet af te spelen of andersom. Browser kunnen we ook nog even naar kijken. Dat werkt gewoon naar behoren. Het is de standaard browser. Heeft Sony verder niet heel veel aan gedaan. Hij is wat traag naar mijn gevoel. Weet niet precies waar dat aan kan liggen. Ook met zoomen. Er zitten nog wel wat haperingen in. Maar goed, voor de rest wordt alles netjes al gespeeld. Flashbestanden. Ziet er allemaal goed uit. Wat hebben we nog meer? Afstandsbedieningen behandeld. Browser hebben we behandeld. Het Honeycomb op zich, ja, dat hebben we al een paar keer in voorgaande video's uitgelicht. Dat spreekt eigenlijk voor zich wat je hier allemaal krijgt. Een kleine aanpassing qua design van Sony, maar de tablet reageert snel. Responstijd is goed. Zo hier en dan hapert het wat, vooral als je veel open hebt staan. En dan ook nog een game gaat spelen, dan wil het nog wel eens wat haperen. Maar voor de rest is dat niet een heel groot nadeel. Dit werkt allemaal naar behoren. Even kijken. De camera, dat kan ik ook nog wel kort even zeggen. Het is een 5 megapixel camera op de achterzijde. Dat is niet heel bijzonder. Vorige week hebben we de Acer Iconia Tab A100 bekeken. Die had een iets betere camera. Zelfde resolutie overigens. Ja goed, er blijven bij een camera op een tablet van dit formaat. Ik kan me niet voorstellen dat je dat dagelijks gebruikt. Algemene ervaring met deze tablet. Nog één puntje trouwens. Wat nog niet beschikbaar is op deze tablet is het Sony Unlimited Network. En dan voor video, music. Dat moet nog gelanceerd worden. Een aantal landen, waaronder Amerika, is het onlangs gelanceerd. Dan krijg je toegang tot een hele grote bibliotheek. Een beetje vergelijkbaar met iTunes. Als dat eenmaal gelanceerd wordt, dan is dit samen met de PlayStation certificering, de remote control functie. En dat wordt kleine toevoeging van Sony. Een zeer complete tablet waar je heel veel plezier van kan hebben. Ik heb het nou vooral gebruikt als universele afstandsbediening van mijn televisie. Was een leuke feature. En zo nu en dan soort bestanden over te gooien naar je televisie. Goed, de camera hield er eventjes mee op. Maar ik was al aan het afronden. Daar heb ik hem dus voor gebruikt. Voor de standaard applicaties. Een beetje Gmail, een beetje browsen. En dan de universele afstandsbediening. Het is een compleet pakket. Zodra Sony de Unlimited diensten lanceert. En een grotere game bibliotheek beschikbaar maakt voor de gebruikers. Voor de rest, leuke tablet. Mooie features, snel. Alleen de prijs is nog iets aan de hoge kant vergeleken met andere tablets. Maar daar biedt het ook wat unieke features voor. In de geschreven review in dit artikel vind je wat meer informatie over mijn ervaringen. Dankjewel.